Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Wat Verwant tegen Kijkers. In deze aflevering hebben we 3 verschillende spelers op 3 verschillende consoles bij 6000 likes. En dat is misschien haalbaar als iedereen liked, gaat er weer een nieuwe aflevering komen. Het enige wat je moet doen is me volgen op Instagram, mijn stories in de gaten houden en abonneren op dit kanaal. En that's it. Heel veel kijkplezier bij deze aflevering. Oké, we zitten momenteel in de game en wij gaan beginnen. Wij gaan beginnen met Wolf tegen Kijkers en we beginnen aan de linkerkant. We hebben dit keer weer 3 verschillende spelers. Nintendo Switch aan de linkerkant en dit is Appel. Appel, wat is je naam? Rij 4. Nee, Rij 4. Rij 4, hoe oud ben jij? 12. Je bent 12 jaar en je komt uit? India. India? Je komt uit India? Ja. Oké, sterk. Maar waar woon je nu? Oh, Gent, België. SO naar alle Belgische kijkers. Hun zijn legendes. Hoeveel gaat het worden tussen ons, Ravai? Ik denk, ja, 3-0 voor jou. 3-0 voor mij. Totaal geen zelfvertrouwen. Oké. Dan gaan we door naar de middelste speler. En dat is Moussa SPW, de PlayStation-speler. Moussa, hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben 13 jaar, kom uit Den Haag. Uit Den Haag. Ik denk dat ook wel best veel kijkers uit Den Haag komen. Hè? Laat je me horen in de comments. Moussa, wat wordt het tussen ons? Je moet Den Haag hoog houden. Ik denk 3-1 of 3-2 voor jou. 3-1 of 3-2 voor mij. 3-2 zou een hele leuke fight zijn en ook heel spannend voor de kijkers. En dat kan misschien nog 3-2 voor jou worden. We gaan het allemaal zien. En de laatste is Skies. Ja, ik heet Vincent echt. Vincent. En Vincent, je komt uit? België. Oh, België. 2 Belgische kijkers. Huppatee. Let's go. En hey Vincent, hoeveel gaat het worden tussen ons? Het is Vince. Vince, hoe gaat het worden tussen ons? 3-2 voor jou of voor mij. 3-2 voor jou of voor mij. Oké, hier heb ik ook heel veel zin in. Dan mag de eerste naar voren komen en dat is Appel, Rijvai. Juist, we gaan beginnen. Oké, daar gaan we. De eerste, de Nintendo Switch speler, gaat hij verrassend staan. Voor ons, voor de kijkers. 64. Oeh, moet even inkomen. Ik ben een beetje koud weer geworden. Na het allemaal zoeken naar weer 3 verschillende kijkers. Wil je dus volgende keer meedoen? Laat het weten via de Instagram. Volg mij dus. 26. Nee, hij is gewoon niet. Oeh, Rijvai is gevallen. Ik ga naar onderen, maat. Je mag jezelf inboxen. Juist. No shield. Het scheelde niks, bro. Het scheelde niks. Je viel naar onderen. Ik werd no shield. Het scheelde niks. Ik moet even inkomen, boys. Ik merk dat ik wel een beetje koud ben geworden. Oké, dan gaan we. Even goed warm lopen. Even die 90's kranken. Maar dit is best wel zielig tegen een Nintendo Switch speler. Laten we heel eerlijk zijn. Hele sterke. No shield. Oeh, GG bro. Ja, dat was een lastige fight. Ik zet hem vast. Dat was gewoon een easy 2-0 ook weer niet. Maar kijk, weet je, het is gewoon lastig voor hem. Hij speelt op Nintendo Switch. Is met de controller. Dat is me... Oh, hij gaat al. Dat is misschien wel een leuke vraag. Kun je op Nintendo Switch met de controller? Ik zou het niet weten. Dat is een vraag voor jullie. Aan de kijkers, als jullie dit zien. Dan mogen jullie gelijk antwoorden op deze vraag. Met een ja of een nee. Kun je met de controller op een Nintendo Switch? Laat het nu weten. Dan geef ik ook gelijk even een hartje proberen. Kan ik gelijk zien of je de hele video kijkt. Oeh, 70. Ik wil een pickaxe, maar dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Bro, Appelhub, SO naar jou. Je speelt op Nintendo Switch, is gewoon lastig. Je hebt wat minder FPS. Bro, geef niks, maat. SO naar jou. Dan gaan we door naar de PlayStation speler. Uit Den Haag. Alle Den Haag. Alle Haagse kijkers. Kijken naar jou uit, Moussa. Moussa, bro, ben jij ready? Ja. Ja, zegt hij. Oké, Moussa, daar ga je, bro. Houd Den Haag hoog. Alle Den Haagse kijkers gaan met spanning naar jou zitten kijken, maat. Hoe jij het gaat doen. Dan gaan we. Wat gaat het worden tussen Moussa? Moussa. Oké. Oké, Moussa. En nu? Oké, bro. Space 4. Ziek edits. Ik zeg je heel eerlijk. Nog steeds niet van mij, die wall. Oké, Moussa, bro, Ik zeg jullie eerlijk, Den Haag, kijkers. Moussa's aan, boys. Moussa, bro, dat waren gekke edits voor PlayStation 4. Dat zeg jullie heel eerlijk. Moussa, daar gaan we, bro. Let's go. Hoeveel punten daarin heb je? Ik zeg natuurlijk niks, maar... 6 punten. Oké, champion spelen.
Ja, bro, sorry. Het was gewoon een lelijke 200. Kun je vrij weinig tegen doen. Hele lelijke 200. Maar Moesha kan nog rechtzetten. Moesha kan nog, zoals hij zei, de 3-2 doorgeven. Komt natuurlijk ook wat spanning bij kijken bij zo'n video. Begrijp ik volledig. Oeh, het gaat heel spannend worden. Als ik, als ik alle drie de kijks een jantje geef, wordt het wel lastig in Skies. Of Skies tegen Finn, sorry. En nu, we zitten in zijn box. Dit doet hij heel netjes. Hij komt hier heel netjes uit. Maar dan. Ja. Was lastig, bro. Jongens, SO naar Moesha uit Den Haag. SO naar jou, bro. Ja, was lastig, pot. Geeft niks. We gaan naar de laatste. En deze guy heet Vince. Vince uit België. Wil natuurlijk België ook wel een beetje hoog houden. Begrijp ik ook wel. En hij zei 3-2 voor hem of 3-2 voor mij. Dus het belooft een hele leuke fight te worden tegen Vince. Vince, ben je ready? Ja, man. Oké, Vince is ready voor deze fight. Vince uit België. En zo naar alle België kijkers. En Vince begint aan. Vince begint heel aan. Oké, dan. Hier schrik ik even van. Vince begint heel sterk. Dat kan ik jullie allemaal toelaten, toegeven. Overal alles. Vaticaanstad, alles. Ik weet niet wat ik allemaal zeg. Maar ik raak gestrest van Vince. Want Vince zit op die high ground. En spreekt maar één keer. Oké. Vince ingeboxt. Vince niet helemaal ingeboxt. Hij gooit de sidejump. Vince gooit die 100. Vince gooit mij dood. Is mij dood. Bro, Vince. Oké, dan, maat. Heb je earnings? Nee, man. Let's go. Vince is aan, boys. Dat gaan we gelijk zien. De drie jantjes gaat niet gebeuren. Nu moet Jordi Storm toch wel even... toch even poppen. Oké, dan. Oké, dan, Jordi. Oké, dan. De cone is gezet. En dan. Wat gaat er gebeuren? Vince of Jordi? Hij zit in die cone. Oeh. Het is een hele lekkere 1-1. Dat zeggen jullie heel eerlijk. Maar dit belooft een hele leuke spannende laatste fight te worden. Oké, 1-1. Daar gaan we. 1-1. Daar gaan we. Oké. Vince weer op de high ground. En dat is goed. Namelijk, de high ground is soms de key om een 1v1 te winnen van iemand. Je kunt namelijk iemand sprayen. Jij kunt bepalen hoe de fight verloopt met de high ground. Is gewoon handig. Oeh, die cone is ook vies. Deze cone is ook vies. Oké. We gaan door. Maar hoe gaan we door? Vince, heel vies. Maar we opblazen niet. 100. En dat is een 2-1 voor Vince. Waardoor Vince de leiding heeft in deze fight. Waardoor Vince ook deze pot kan winnen. Alright, next. Vince gaat misschien deze fight winnen. Ik choke hier. Gaat Vince hem winnen? Die is van hem. Die was ook weer van hem. Waardoor hij steeds uit die box komt. Wow, oké. Moet even. Dit mag je niet verliezen. Wat dan wordt het voor Vince? Ja, bro, die Vince is ook aan, hoor. Vince, hoe oud ben je, maat? 13. Met 13. Zo jong. Maar ook zo goed. Oh, die, wat is dit? Wat een wandel, bro. Dat heb je heel goed gezegd, maat. Ja, bro, wat moet ik doen? Wat kunnen we doen in deze fight? En dat is inderdaad wat Vince ook zegt, een wandpump gooien.
Dat heeft hij heel goed gezegd. Dit wordt een hele spannende fight. Vince of mij. Wordt het 3-1, wordt het 2-2. Maar Vince is 100% aan. Zo jong, maar zo goed. Dus we kunnen Vince sowieso laten zien. Oh. En Vince wint deze game. Ik zie in de linkerhoek al iemand huilen. Ik wil sowieso een SO doen naar al deze drie kijkers die hier voor me staan. Twee Belgen, één uit Den Haag. Sowieso, jullie hebben allemaal goed gespeeld. Uiteraard, Vince heeft me dan wel bijna Jantje gegeven. Gewoon 3-1 gewonnen. Super spannend. SO naar jullie. Vergeet jullie niet te liken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan check ik jullie bij nieuwe Warm Vertier kijkers. Als jullie natuurlijk abonneren met dat belletje. Dames en heren, tot de volgende video.